In de politiek gaan steeds meer stemmen op voor het inkrimpen van de veestapel. En het kabinet wil boeren uitkopen. Allemaal om de stikstofuitstoot te verminderen. In Montfort gebeurt ondertussen iets opvallends. Daar zijn meerdere boerenbedrijven die fors uitbreiden. Verslaggever Peter Knieriem is in Montfort. Ja, Peter, hoe kan dat? Ja, kortweg gezegd komt het er eigenlijk op neer dat het kan. Je kunt dus nog steeds als boerenbedrijf uitbreiden. En het heeft alles te maken met de landelijke regel en wetgeving. Die is nog niet aangepast op alle stikstofproblemen. Het is natuurlijk wel streng, met name bij Natura 2000 gebieden, kwetsbare natuurgebieden. Daar kun je niet zomaar alles. Maar als je de vergunningsvraag op de juiste manier invult, kun je als boerenbedrijf nog steeds uitbreiden. En dat zien we hier ook, de weg hier achter me bij in Montfort. Ja, daar ben ik heen geweest met raadslid Paul Pennaerts van Progressief Akkoord. En die liet me zien dat er op veel plekken nog steeds bijgebouwd wordt. Nou, je kan hier, als je hier kijkt, dan zie je een uitbreiding. Daar waar die kraan staat. Kijk, als je in deze bocht naar links kijkt, dan zie je hier ook een hele grote uitbreiding tot stand komen. Rijdend door het landelijk gebied van Montfort ziet raadslid Paul Pennaerts de ene na de andere stal verrijzen. Kijk, je ziet eigenlijk, het eind zie je bijna niet, zo lang is die. En dit is dus twee laagse. Het verbaast Pennaerts dat al die boerenbedrijven bijbouwen. Zeker in het licht van de discussie die de afgelopen jaar is gevoerd over de reductie van wellicht de veestapel. Dat het eigenlijk voor ons als raad, maar ook vanuit het college niet te begrijpen is waarom dit plaatsvindt. Wat hij wel snapt is dat boeren geld willen verdienen door uit te breiden. Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over de stank en de natuur. Hij kaart het aan in de gemeenteraad, maar hij kan er niet zoveel tegen doen. Je bent eigenlijk gebonden aan beleid wat al staande is. En doordat er vanuit Den Haag geen nieuw beleid komt, kan iedereen gewoon binnen de kaders zijn gang gaan. En dat betekent dat boeren gewoon uit kunnen breiden. Vergunningen voor uitbreiding van boerenbedrijven worden dus meestal gewoon gegeven. Maar wat als de regels straks veranderen? Het is ook niet dat je zegt van je moet die boer dwars zitten. Maar het gaat veel meer om dat je aan kan geven van er is een ontwikkeling die op ons afkomt. Probeer daar nou een beetje op te anticiperen met elkaar. Ik kan me voorstellen dat als je een paar ton investeert in een nieuwe stal en over 3 jaar wordt er gezegd van jammer dan, dat je dat eigenlijk liever van tevoren een beetje had geweten. Ja, Peter, er zijn zorgen dus bij dit raadslid. Hoe staan de boeren in dit verhaal? Nou, die zeggen eigenlijk van het kan. Hè. We kunnen dus een vergunning aanvragen en dan kan ik mijn stal gewoon uitbreiden. En zij zeggen ook, wij moeten wel mee, wij moeten wel schaalvergroting gaan toepassen. Dus meer koeien of meer varkens gaan houden. Anders gaan we het in de toekomst niet overleven. En daarom zeggen ze, we vragen een vergunning aan en we breiden uit. En ik sprak een boer, Harry Lekkerkerke, die woont hier wat verderop op de Willeskop in Montfort. En hij is bezig op dit moment met de uitbreiding van een koeienstal. Dus dit is de emissiearme vloer. He, daar is een mestschuifrobot, die wordt daar geïnstalleerd. Boer Harry Lekkerkerke heeft nu zo'n 150 koeien. Dat worden er in eerste instantie niet meer. Maar ze krijgen straks wel meer ruimte in deze nieuwe stal. Ja, dan krijgen ze gewoon meer ruimte. Die beesten die hebben dan beter, gaat de productie omhoog. Meer bewegingsvrijheid voor de koeien betekent dat ze meer melk geven. Volgens planning is de stal binnen een maand klaar. Bang dat als de regels veranderen en Lekkerkerke de koeienstal zou moeten afbreken, is hij niet. Het is natuurlijk met iedere sector zo. Iedere ondernemer heeft risico's. Wij hebben die stal 32 jaar staan. En hij zit gewoon heel vol. En wij waren toe aan een volgende stap. De Montfortse veehouder kan een nieuwe stal bouwen doordat andere boeren in de buurt zijn gestopt. Volgens de regels koopt hij de ruimte die vrijkomt. Hij ziet dan dus ook geen probleem in de uitbreiding. Er zijn zoveel bedrijven die stoppen, dat er wel ruimte is voor degene die blijven. Ja, boeren die gaan dus door met uitbreiden daar in Montfort. Hoe gaat dit verder? Ja, dat is maar zeer de vraag. We gaan eerst naar 22 november, een kleine maand nog. Dan kunnen we met z'n allen stemmen. En daarna krijg je formatieperiode en krijg je een nieuw kabinet. En dat nieuwe kabinet, die nieuwe regering, die zou best wel eens kunnen gaan bepalen in de toekomst. Wij gaan strenger optreden tegen boeren. Of in ieder geval, wij willen dat er minder boeren zijn. En
de regels voor uitbreiding gaan we ook verstrengen. Dat zou kunnen. Maar goed, dat kan echt nog wel even duren voordat er een nieuwe regering zit en een nieuw coalitieakkoord waar dat dan in vervat is. Ondertussen proberen ze op lokaal niveau van alles en nog wat te doen. Onder andere door in gesprek te gaan met de omgeving en met de boer om te kijken of ze die uitbreiding van die stallen toch een beetje kunnen remmen.